Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een avond, nog een keer komen wij tot jullie met het woord van leven. En wij bereiden ons voor op deze zondag, de dag waarop het heilige avondmaal van de wil van God gehouden wordt. Vandaag heeft bisschop Macedo gesproken tijdens zijn dagelijkse boodschap, die u kunt volgen op zijn kanaal op Telegram, over het feit dat het geloof de zekerheid is dat God hetgeen zal vervullen wat hij heeft beloofd. Dus geloof houdt in dat wij vertrouwen dat wat God heeft beloofd, dat hij dat zal doen. Klopt dit? De Bijbel zegt zo, ik heb dit met de mensen vandaag gedeeld tijdens de diensten, in de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 23, lezen wij het volgende. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Dus laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Dus wij moeten blijven belijden wat wij vragen, wat wij verwachten, wat wij hopen. Omdat degene die de belofte gaf, getrouw is. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Dus God beloofde en hij is trouw om dat na te komen. God gaf zijn beloftes en hij is trouw om dat te doen gebeuren. God zegt de dingen niet zomaar. Wanneer wij de beloftes van God lezen in de Bijbel, dienen wij dat te lezen als iets dat zal gebeuren. Dat is het geloof. De zekerheid dat God gaat vervullen wat hij beloofde. Dus de zekerheid van de dingen die wij hopen en wij nog niet zien. Dat is het geloof. En wat heeft dat te maken met het heilige avondmaal van de wil van God? Het gaat om het volgende. Kijk. Als God het beste beloofde aan zijn kinderen, dan is dat zijn wil. Klopt dit? God is vader. Als de vader, de hemelse vader, die perfect is, wil hij het beste geven aan al zijn kinderen. Dus als ik geloof dat God mijn vader is, als ik geloof dat God zal doen gebeuren wat hij heeft beloofd, dan heb ik rust wanneer ik zeg, Heer, laat uw wil geschieden. Laat uw wil geschieden, zoals de Heer Jezus bad in de hof voordat hij gevangen genomen werd. Gisteren spraken wij hierover tijdens ons programma. Jezus bad, Heer, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar doe wat u wilt en niet wat ik wil. U wil geschieden en niet de mijne. Omdat Jezus vertrouwde dat de wil van de Vader het beste was. En wanneer u dat aan God laat, Heer, ik geloof in u, maar ik vraag u, geef mij dit. Zegen mij hierin. Zegen mij daarmee. Maar wij zeggen ook, maar Heer, laat uw wil geschieden en niet de mijne. Dan zijn wij aan het laten zien dat wij vertrouwen. Dat wat God voor ons heeft voorbereid, beter is dan wat wij verwachten. En als God ziet dat wat wij
nodig hebben, iets anders is dan wat wij vragen, dan zal hij het aan ons geven. En wij zullen niet minder gelukkig zijn. Het tegenovergestelde. Wij zullen gelukkiger worden, omdat wanneer wij dat bereiken, komen wij erachter dat dat altijd beter is geweest dan wat wij verwachten. En het kan ook zijn dat God precies hetgeen doet wat wij verwachten. Als hij dat niet doet, dan wil hij nog meer doen. Dus wij verliezen nooit. Wanneer wij vertrouwen tot het punt van zeggen, Heer, u wil geschieden en niet de mijne. Op een gegeven moment zei God in de tekst van Jeremia 29:11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, zegt God. Luidt het woord des Heren. God zegt, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. God wil u een hoopvolle toekomst geven. Zijn gedachten voor ons zijn gedachten van vrede en niet van onheil. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Dat is wat God wil. Wanneer wij daarop vertrouwen, hebben wij rust en geloof en vertrouwen om te bidden. Heer, u wil geschieden en niet de mijne. Klopt dit? Dus dat is wat wij deze zondag gaan doen in de UKGR. Mis de dienst niet. Zondagochtend zijn de diensten van zondagochtend zijn de belangrijkste diensten van de week. Omdat het de dag is waarop wij God komen zoeken op de eerste plaats. Dus vergeet niet dat God u wil zegenen met het beste. En deze zondag ga ik deelnemen aan het heilige avondmaal van de wil van God. En bidden, Heer, uw wil geschieden in mijn leven. Wij komen zo terug met het gebed. Wat een gemis, zo'n gemis, naar het horen van uw stem, bij zonsondergang. Wat een verlangen, groot verlangen, terugkeren naar de hof van de onschuld. Als ik het kon, keerde ik terug. En zou ik niet doen wat ik toen heb gedaan. Ik verhaalde onze band voor het duister van de avond. In duisternis keerde mijn dagen. Wat een gemis, zo'n gemis, naar het horen van uw stem, bij zonsondergang. Wat een verlangen, groot verlangen, terugkeren naar de hof van de onschuld. Als ik het kon, keerde ik terug. En zou ik niet doen wat ik toen heb gedaan. Ik verhaalde onze band voor het duister van de avond. In duisternis keerde mijn dagen. Wat een verlangen met u te
wisselen van de dag. Uw handen vasthouden en vliegen over de grootte van de aarde. U te aanbidden, wat een verlangen. U te vertellen, alles wat ik leerde. In die hof, de hof van de onschuld. Wat een verlangen. Met u te wandelen in de hof, bij het wisselen van de dag. Uw handen vasthouden en vliegen over de grootte van de aarde. U te aanbidden, wat een verlangen. U te vertellen, alles wat ik leerde. In die hof, de hof van de onschuld. Onze Heer en onze Vader. In de naam van Jezus bidden wij op dit moment voor een ieder die naar ons luistert. Wij bidden met een ieder die zich tot u keert om u te zoeken. Heer, ik weet dat wij als mensen behoeftes hebben, maar niet alleen behoeftes. Wij hebben doelen, wij hebben projecten, wij hebben gebedsvragen, wij hebben problemen. En natuurlijk, als wij zouden kunnen bepalen hoe de dingen gebeuren en hoe snel, zouden wij alles per direct ontvangen en alles oplossen en alles mooi zien zoals wij het inbeelden. Maar de dingen gebeuren niet zoals wij ze inbeelden. En soms denken wij dat een bepaalde weg ons naar een eindbestemming brengt die wij verwachten. En die weg leidt ons naar een andere bestemming. Van teleurstelling en dergelijke. En dat willen wij niet. Dus wij bidden, laat uw wil hier gebeuren, geschieden en niet de onze. Verricht uw werk in ons leven. Dat vragen wij u, o Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus. Accepteer het leven van elke persoon die zich aan u overgeeft. Die het hart in uw handen legt. Die u wil doen. Omhels een ieder en zegen hun met uw macht. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En wie gelooft, wordt nu gezegend. Amen. God zij dank. Heel goed. Beste luisteraars van Radio Positief. God heeft het beste voor ons voorbereid. De Bijbel zegt dat de ogen niet zien, niet konden zien, niet zagen, niet zien hier op aarde. De gedachten kunnen het niet inbeelden wat God voor een ieder heeft voorbereid die hem lief heeft. Dus als u op God vertrouwt, in hem gelooft, bid, Heer, uw wil geschieden. Zoek God op de eerste plaats. Prioriteer zijn wil. En de rest zal hij voor u doen. Heel goed, deze zondag
het heilige avondmaal van de wil van God in de UKGR. En aanstaande maandag komen wij terug om 10:00 s'avonds op Radio Positief met nog een woord van leven. Laat God u zegenen, een fijne avond verder en tot de volgende keer.